poptempel Paradiso gisteravond. Voor Eva Awad een spannend moment om juist hier haar eerste album te presenteren. Het is heel spannend. Er hangt natuurlijk een bepaalde energie hier van alles wat hier altijd gebeurt. Dus dat is wel exciting. You wake up next to me. De nummers die heb ik al heel lang liggen, die bestaan al een aantal jaar. Die zijn dus onderhanden genomen door twee fantastische producers. Die hebben Meijers en Stringfellow. En daardoor zijn ze eigenlijk voor mijn gevoel in volle kracht komen te staan van wat het oorspronkelijke bedoeling was. Via Pop aan Zee en The Voice of Holland is ze bekend geworden. Nu dus een ambitieus eerste album met gedurfde muziek. Nummers zijn heel vaak ontstaan uit liefdesverdriet. Dus dan weet je het al wel. Nu nog de kleine zaal in Paradiso, maar het doel is het grote podium. Dat hoop ik wel. Daar gaan we wel voor. Grote dromen houden, dat brengt je toch ergens, heb ik gemerkt. En daar knokken we wel voor. Om steeds mooier, groter podium, veel mensen te kunnen bereiken. De eerste reacties op het album zijn enthousiast. Zaterdag treedt Eva Awad op in de Piek in Vlissingen en op 7 april op Vestrock in Terneuzen. Maar ook buiten Zeeland staan concerten op stapel.